eerst gaan we een getuigenis horen. Want vanavond staat voor een groot deel in het teken van gebedsgenezing. We weten dat er luisteraars zijn die hier reikhalzend naar hebben uitgekeken. En misschien zit je ook wel thuis en denk je, ja, hoe kan ik hier in mijn eigen huiskamer nou genezing ontvangen van God? Gaat er niet veel meer kracht vanuit als we met z'n allen in de tent in biddinghuizen aan het bidden zijn? Nou, misschien wel. We voelen allemaal dat het een ander weekend is dan anders. Maar we weten ook dat we een machtig God hebben. Rosa Hellings is daar een voorbeeld van. Vorig jaar stond ze tijdens de genezingsdienst in haar keuken in het Belgische dorpje Hoeselt. Ze had al lange tijd last van duizelingen, het gevolg van een evenwichtsstoornis. Maar die avond ontving ze genezing. En ik heb haar aan de telefoon. Rosa Hellings, een hele goede avond. Ja, Lucas. Ja. Goedenavond. Hoe is het nu met je? Ja, heel goed. Ja, wat goed om te horen. En gewoon genezen. Ja, want je had last van duizelingen, ik zei het net al. Ja, wat voor impact had dat op je leven, Rosa? Wat voor impact had dat op je leven? Ja, ik had dat minstens 8 tot 10 keren per dag. En dan als ik opstond, ja, mijn man moest altijd opletten dat ik helemaal beneden kwam, zal ik maar zeggen. Zonder vallen, het stoten. Ja. Dus ja, het was toch wel spannend. En het kwam steeds terug. Het werd maar erger en erger. Ja, ja. Een flinke impact op je leven hadden die duizelingen. En het moment dat je genezen werd, want je was de Pinksterconferentie aan het volgen, de gebeds- en genezingsdienst. Ja. Wat gebeurde er vorig jaar? Ja, ik luister dan ieder jaar naar de Pinksterconferentie. En onze zoon was daar met zijn vrouw en zijn gezin en vrienden. En toen was ik nog meer gefocust om te luisteren. En er gingen dan wat zapjes heen en weer. Dat was eigenlijk heel fijn. En toen hoorde ik dan dat die laatste dag er een gebedsgenezingdienst was. Maar ja, ik heb het nogal verteld. In eerste instantie zou ik daar niet naar luisteren. Gek, ja. Maar waarom niet dan? Tenminste, ja, je hebt last van duizelingen. Je snakt wel misschien enorm naar genezing. Ik was er toch niet zo dat je overviel nog een beetje, die gebedsgenezingsdienst. Ik stond er altijd wat zetjes tegenover. Ja. Als men over gebedsgenezingen had in zo'n grote groep, massagenezing zeg maar. Ja. Daar had ik moeite mee en dat wist hij er ook. En ik beleed dat. En ik nam toch het besluit om gaan te luisteren. En ja, dat heeft dan tot gevolg gehad. Ik zal het even in kort vertellen. Ik weet nog, ik stond voor de keukentafel te luisteren die dag, net zoals ik nu hier ben. En die genezingsdienst was wel heel anders als dat ik al gehoord had en al meegemaakt had. En hij was rustig en de gebeden. Er werd gebeden in categorieën, zeg maar. Ja. En deze broeder wat voorging, die bad voor verschillende aandoeningen. Hij bad voor mensen met rug- en nekklachten, voor mensen met breuken en kneuzingen enzovoort enzovoort. En hij zei, nu bidden we voor de mensen die last hebben van evenwichtstoornissen, duizeligheid en draaieringen. Ja. En die had ik. Ja, dat gaat over jou. En hij zei, we gaan nu bidden voor deze mensen. En zei daarbij, waar je je ook bevindt, hier in de tent of buiten op het grasveld, luister je mee via de radio. Ik word er nog altijd emotioneel van. Ja. In de wagen of zit je in de woonkamer of je keuken. En daar zat ik, net zoals nu. En hij riep iedereen op om mee te bidden. En ik zei hardop, al wel heer, ik bid mee. En deed dat met heel mijn hart en vroeg, heer Jezus, genees me alsjeblieft hiervan. En aan het einde van het gebed zei ik volbondig amen. En achteraf viel het me op. Vanaf dat moment had ik geen evenwichtstoornis of draaiingen meer gehad. Ik deed nog wel dagen heel voorzichtig hoor, want dat was raar. Ja. Altijd maar moeten opletten en nou in één keer was het weg. Dus het is weggebleven tot op de dag van vandaag. Ik ben er helemaal van genezen. En ik kan alleen met de Heer Jezus de eer geven. Ja. Wat een bijzonder getuigenis, Rosa. Dank je wel dat je dat met ons wilt delen. En ook wel misschien een bemoediging voor ons dat we hebben geen grote tent, geen massale bijeenkomsten nodig. Maar God geneest ook gewoon
ja, aan de keukentafel, gewoon bij jou thuis. En nou, ik denk dat jouw verhaal daar een heel mooi voorbeeld van is. Rosa Hellings uit België, dank je wel dat je jouw getuigenis met ons wilde delen. Groot Nieuws.